Ja, wat wij geprobeerd hebben en ook feitelijk hebben gedaan, is dat we in die afgelopen 2 jaar meermalen bijeenkomsten hebben gehad met de nabestaanden. Waarbij we ze in die fase nog niet resultaten konden geven, maar wel hebben geprobeerd uit te leggen waarom we geen resultaten konden geven, maar ook uit te leggen wat we aan het doen waren. Ja. Uit te leggen dat we ongelooflijk veel werk aan het verzetten waren. En dat hebben we, zoals gezegd, met regelmaat gedaan, met bijeenkomsten. Maar we hebben ook digitale magazines uitgebracht. We hebben een website waar we speciaal met hun, die we gebruiken om met hun te communiceren. Als er dingen ineens naar buiten komen, dan vertellen we hun dat ook. Dus we proberen ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ja, er werden ontzettend veel details uit het onderzoek toch wel naar buiten gebracht vandaag. Laten we even kijken naar een korte samenvatting ervan. De locatie van de telefoonmasten die zijn aangestraald door de telefoons van de begeleiders van het BUC-convooi hebben we geanalyseerd. Het telefoonverkeer tussen de begeleiders en hun bevelhebbers is opgenomen. In die TAP-gesprekken wordt diverse malen gezegd waar men zich bevindt en wordt de route die moet worden afgelegd besproken. Er zijn heel veel getuigen die de BUC-teler hebben zien rijden. Met name na de oproep van vorig jaar hebben veel getuigen zich gemeld. De BUC-teler is diverse keren gefotografeerd en gefilmd tijdens het afleggen van de route. De foto's en filmfragmenten die het team aantrof op social media zijn gecontroleerd op authenticiteit. Ja, hoe ga je dat dan controleren? Want dan krijg je inderdaad beelden, hè, van een BUC-raket die ergens door het landschap rijdt. Gaan er dan mensen van jullie letterlijk naar die plek toe om dat plaatje te vergelijken, of het klopt? Nou, dat hadden we graag gedaan, maar een van de moeilijkheden van het onderzoek was dat wij zo'n beetje de enige waren die daar geen onderzoek konden doen. Ja. Dus dat bemoeilijkt het onderzoek en dat hebben we op verschillende andere manieren kunnen doen. Dat is soms met zichtlijnen, dat is gewoon een foto heeft een digitaal spoor, dan kun je kijken of daarin gemanipuleerd is. Dus alles, een TAP-gesprek, kun je kijken of dat ergens anders ook aangekomen is, waardoor het een echt gesprek is. Dus zo hebben we verschillende middelen ingezet om de gegevens te valideren. Ja, want we zagen ook beelden van de raket die eigenlijk vervoerd werd over de route. En die beelden hebben jullie van gewone burgers gekregen na die oproep die jullie gedaan hebben. Ja, het klopt. We hebben beelden soms op internet gevonden. Maar wij hebben, dat hebben we vandaag ook verteld, hebben meer dan 200 getuigen inmiddels in dit onderzoek gesproken. Uh-huh. En er zijn diverse getuigen die ons nieuw materiaal hebben gegeven waar wij ook een deel vandaag van hebben laten zien. Ja, en die getuigen blijven uiteraard anoniem, want anders komen ze ook nog in gevaar, neem ik aan. Uiteraard. Ja. Er zijn 150.000 gesprekken geanalyseerd. Telefoongesprekken ook. We hebben één voorbeeld van zo'n TAP-gesprek. Слушай, помощь нужна твоя. Помни, пожалуйста, июль месяц. Сбитие Боинга. Помнишь? Да-да. Сейчас появляется информация, что выстрел был произведен из ПВОшной системы населенного пункта Рощина, Зарощина, где-то рядом находится с Шахтерском. Данная территория была под ними или под нами? Зарощинская. Зарощинская? Да. Зарощинская, это вот, это ж наша была территория. Не, это наша была территория. Wat bewijst zo'n fragment? Nou, zo'n fragment op zichzelf, daar moet je altijd weer steunbewijs bij zoeken. Ja. Maar hier wordt dus duidelijk een jaar na de ramp, wordt gesproken over een lanceerlocatie die het Russische ministerie van Defensie aangeeft. Uh-huh. En deze mensen die horen daarvan en die gaan daarover praten. En die zeggen van nee, dat was niet de afvuurlocatie, het kan hier niet gebeurd zijn. En ze zeggen tevens dat het in het bezit was van de separatisten en niet van het leger. Nou, dan filter je uit al die tienduizenden gesprekken, zoek je als team. Dat gebeurt door onze mensen in Oekraïne. Probeer je dit soort belangrijke gesprekken eruit te filteren. Hoe kom je aan die TAPs? Die TAPs, het was oorlog. En de Oekraïense veiligheidsdiensten hebben heel veel telefoons getapt in die tijd. Mm-hmm. Ja, en je kunt wel zeggen dat ons onderzoek enorm ondersteund heeft. Ja. En nou, als je dan zo'n TAP-gesprek hebt, ja, dan ga je vervolgens weer kijken welke andere soorten van bewijs je erbij hebt. En op een gegeven moment, als je voldoende hebt, kom je tot de conclusie, hier kan het niet gebeurd zijn. Ja. De Russen zijn niet zo blij met de resultaten van jullie onderzoek. Hè? Die hebben gezegd, ze hebben helemaal niet naar ons geluisterd. Ze hebben onze materialen eigenlijk niet gebruikt. Het is gewoon onzin wat hier verkocht wordt. Ja, hoe frustrerend is dat? Nou, frustrerend. Ik kan me er wel boos over maken, omdat ze vandaag ons materiaal en wat wij gepresenteerd hebben afdoen als speculaties. U heeft het allemaal kunnen zien. We laten enorm veel materiaal en bewijsmateriaal, getuigen, beelden, films,
alles zien hoe we tot deze conclusie zijn gekomen. En de enige, het enige argument wat zij zelf naar voren kunnen brengen, op basis van radarinformatie die ze al lang aan ons hadden moeten geven, maar nog niet hebben gegeven tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Ze zeggen dat ze daarin niet kunnen zien dat die Buk-raket uit dat gebied is opgestegen. En dat om die reden hij uit een ander gebied zou moeten zijn gekomen. En het interessante is nou juist dat je, als je radarbeelden hebt, je een Buk vaak helemaal niet eens kan zien. Dus het feit dat je hem niet ziet is helemaal niet het bewijs dat hij daar niet is opgestegen. Dus hun redenering is ook nog gewoon flauwekul.